Wat deed Unizo Oost-Vlaanderen voor u ondernemer in 2019? Welkom bij het jaaroverzicht. In 2018 kwamen er meer dan 13.000 starters bij in onze provincie. Een recordaantal starters in Oost-Vlaanderen. 2019 kan niet beter beginnen. In Ronse wordt de belasting op drijfkracht afgeschaft en iets later sneuvelt ook de provinciale belasting op zonnepanelen. Wat ons betreft was dit echt een pestbelasting. Je had het Vlaamse beleid die eigenlijk stimuleerde naar bedrijven toe om zonnepanelen te gaan plaatsen. En dan zag je een andere beleidsorganisatie, zijnde de provincie, die daar dan een belasting ging opheffen. Minder goed nieuws komt er uit de Oost-Vlaamse winkelstraten. De leegstand is er alarmerend hoog. In Gent sluit de iconische boekhandel Paard van Troje. Een schokgolf op sociale media volgt. De winkel hier stunt van Unizo is geslaagd. Ik was wel heel hard geschrokken van de reacties. Ja. Het was uiteenlopend. Mensen die boos zijn, mensen die huilden, leveranciers die in paniek belden. Heel wat consumenten, als zij iets kopen bij de online giganten, bij de Amazons en de Zalando's van deze wereld, welke impact dat heeft een sociale impact, dat heeft ook een economische impact en ook een ecologische impact. Dat is 8 miljard euro, dat is allemaal geld dat naar het buitenland verdwijnt, dat niet in onze eigen lokale economie geïnvesteerd wordt. Laat ons hopen met de verkiezing van het woord winkel hier tot woord van het jaar via Vandalen, dat de consument dubbel nadenkt volgende keer dat hij of zij gaat shoppen. Dendermonde krijgt een ambtenaar lokale economie. In Gent kan iedereen stadsleverancier worden dankzij een nieuwe website. Het Unizomer-event vult een wielerpiste met ondernemers, want ondernemen is topsport. En Unizo tekent het arbeidspact in Gent. 8 op de 10 ondernemers, leert onderzoek ons, hebben daar effectief problemen mee. Ze vinden niet de juiste of zelfs eigenlijk gewoon niet voldoende mensen om bij hen aan de slag te gaan. Saint-Luc Labels en Packaging uit Nazareth en Upcot uit Gent worden Oost-Vlaamse KMO's van het jaar. Remotive uit Evergem schopt het zelfs tot nationale belofte en treedt daarmee in de voetsporen van teamlead. Ik vind het compleet zot. Ik ben het bedrijf 4 jaar geleden gestart. Ik had het absoluut niet zien komen. Op de dag van de ondernemer brengen de lokale Unizo-afdelingen duizenden ondernemers samen. De dag is trending op sociale media en minister Diependalen bakt een taart voor zijn collega's op de ministerraad. Ze zijn met 600.000 ondernemers in Vlaanderen en in Brussel. Beeld je een wereld in zonder die ondernemers? Ondernemers zijn echt onmisbaar in onze samenleving. Om die ondernemers bij te staan in elke fase van hun ondernemerschap, daar staat bij Unizo Oost-Vlaanderen een volledig team voor klaar. Maar liefst 1500 ondernemers volgden een begeleiding of lerend netwerk. Netwalks en vrouwelijke ondernemersgroepen Feos en Lamas waren succesvolle nieuwigheden. De drempels naar ondernemerschap zijn vandaag zeer laag. Dat wil ook zeggen dat we vandaag goede coaching, goede begeleiding moeten geven, zodat zij op een duurzame manier kunnen verder groeien. En we eindigen met meer goed nieuws, want in 2020 zijn we er weer voor u. Met meer belangenbehartiging, begeleiding, opleiding en fijne netwerkmomenten. Tot dan!